lag lang uit in de hei, op een mooie dag in mei. Opeens vloog een vreemd blinkend voorwerp naderbij. Het landde in het gras, ik wilde vluchten, maar ik was veel te nieuwsgierig naar die schotel van veel nikkel en van glas. Toen het toestel was geland, kreeg ik weer de bevertand. Een trapje schoof naar buiten, het toestel was bemand. Daar stond stoer en breed gewelfd Mr. Universe himself. En vraag niet naar zijn armen, hij had er zeker 11. Hij keek mij aan, zei hees: hier komt je liefde zonder vrees. Ik kom van Mars, ik ben een Marsman, noem mij verder nou maar Kees. Ik zoek een aardse vrouw, want Marsse vrouwen zijn zo lauw. Dus als je zin hebt, moet je het zeggen, gaan we snel en ondertrouw. Ik zei: Kees, heb nou erbarmen, wat moet ik met 11 armen? Je barst heus van de charme, maar ik krijg het nou al warm. En hij knielde in het gras en hij zei met diepe bas: daar moet je echt aan wennen, aan zo'n heel aanhalig ras. Hij gaf een hand op 3, zat meteen al aan mijn knie. Mijn hals, mijn heup, mijn rug, mijn wang, mijn dij, mijn kuit, mijn energie. Dat schept meteen een band, we liepen samen door het zand naar de schotel die ons wachtte, hand in hand.